Ik kwam uit een klein dorp, ik leefde op een pannenkoek en ik mocht nu de wereld gaan verkennen. En ook meedoen in een stoer verhaal, meteen een uitzending. Het is de beste keuze geweest die ik ooit heb gemaakt. Je zit met jongens, meiden, met allemaal een andere achtergrond. Vanuit Friesland, Limburg, anders opgegroeid. En dan dien je allemaal hetzelfde doel. Je zit allemaal op één lijn. Ja, dat was heel mooi om te ervaren. Vriendschap aan overgehouden tot aan de dag van vandaag. Ik heb in 1995-1996 in Bosnië gezeten. Daar zat ik als chauffeur. 2003-2004 in Irak gezeten als marinier. En in 2005 in Afghanistan rondom de verkiezingen. Ik voelde mij in het pak altijd stoer en sterk. En ik heb daar ook een andere kant van het pak ervaren. We waren onderweg naar het Simic House in Asamawa en er was een andere geweergroep, 8 man. Wij waren ook met 8 man. En onderweg hoorden we over onze personal roll radio, mondingsvuur. Dat is ja, de vlam wat je uit een wapen ziet komen op het moment dat er geschoten wordt. Voor je het weet, doe je je ding. Doe je hetgene waarvoor je opgeleid bent. Er gebeurt van alles om je heen. Je hoort een machtsschutter achter je in het voertuig zijn ding doen. Jij doet jouw ding. En ook geen tijd om na te denken. Je doet waarvoor je opgeleid bent. Je skills, je drills, het is automatisme, wat fantastisch is. Of dat een uur duurde, 5 minuten. De tijd zat enigszins stil, maar het gaat ook heel snel. En voor het wisten was de Quick Reaction Force vanuit het kamp ook bij ons te plaatsen. En die nemen de situatie over. Want ja, wij moesten door. Wij moesten dat Simic House beveiligen. En eigenlijk was dit een onaangename oponthoud in onze taak op dat moment. Dus je gaat het voertuig weer in, rijdt die kant op, hoort gauw wat de bedoeling is op dat Simic House. En ik ren naar mijn wachtpost om dat over te nemen. Want de jongen die daar zit, die moet afgelost worden. Die verantwoordelijkheid heb je. En die draag je ook. Vol in de adrenaline nog steeds. En op het moment dat ik daar zit in mijn eentje op het dak, er stond een klein radiootje, die werd uitgedeeld, zo'n opwindradiootje. Er speelde wat muziek, ik zou niet eens meer weten wat. Maar toen kwam ik tot mezelf, die adrenaline daalt. Je gaat niet uit, want je bent nog steeds aan, want je bent daar bezig met je taak. Maar wel het besef, hey, ik was en ik ben stoer en sterk in dit pak. Maar ik ben ook kwetsbaar in dit pak. Dat heb ik net ervaren. Dit had anders kunnen aflopen. Het is geen klapschijf geweest op de schietbaan waar je normaal gesproken op werkt. Het is een doel geweest. En dat is toch wel even anders. Je doet iets wat eigenlijk in deze maatschappij raar is. Een handeling tegenover een ander mens. Dan moet je een plek geven voor jezelf. Je leest het wel eens op social media, dan de reacties. Maar je hebt er toch zelf voor gekozen? Ja, dat klopt. Ik heb er zelf voor gekozen. Maar dat neemt niet weg dat het heel nobel is van volwassen mensen, jongens, meiden, om deze baan te kiezen. En daarbij ook de keuze te maken dat je weggaat voor dit land. Voor jouw vrijheid, voor mijn vrijheid. En daar een stukje erkenning van hebben. En dat vind ik heel erg belangrijk. Een gevechtsinsigne die krijg je op het moment dat je onder direct vijandelijk vuur hebt gelegen. Ik draag hem ook met trots. En niet van, kijk eens, kijk mij eens even. Nee, helemaal niet. Maar het is wel een onderdeel van mij. Ja, sinds kort ben ik reservist. Dat kwam zo op mijn pad. Ik mis Defensie al sinds ik weg ben. En zoekende naar wat kan die leegte opvullen. Ja, dat gevoel onderling. En ondanks dat je elkaar sommige 10 jaar niet hebt gesproken, 15 jaar niet hebt gesproken, heb je het kort over, wat doe je nu eigenlijk? Maar weet je nog? En het gesprek is als gisteren. Ja. Veteranendag 2016. Ja, daar sta je dan. Midden in de ridderzaal. Ik wil de samenleving dienen. Eerst als militair en nu als hulpverlener. Maar ook de koning die er zit. En die staat centraal voor hetgene waarvoor ik aan de paal sta. En die zit daar. Ja, dat was
Fantastisch. Ja, dan wordt er een foto gemaakt. Ik sta daar met volle trots. Mijn vrouw staat naast me. Hij hangt bij mij in huis, die foto. Want die staat centraal voor waar ik die 3 keer ben geweest.